Ja! Heb ik nu je aandacht, broeder? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Primal 4, Primal Chaos, net hoe je het wil noemen. We zijn weer op het snowaltje en zie ik er bruin uit. Ik ben op vakantie geweest, jongens. Ik heb bij de Evenaar in de zon gelegen. Je ziet eruit als een spook. Kom door het licht, jongens. Kom door het licht. Kom door mijn make-up. Ik draag geen make-up. Oh, we zijn er in ieder geval weer. We hebben de laatste keer, als ik het me goed herinner... Of voor jullie zal het doorgaan, maar ik ben tussendoor even weg geweest. Maar de laatste keer, als ik me goed herinner... hebben wij de Apex Trophies eigenlijk verzameld... zodat wij dus de Alpha Overseer kunnen killen. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe het gaat. En ik wil eigenlijk op zich ook wel een soort van... Ja, dat wil ik al half in die PvP-serie doen natuurlijk. Maar de island, als in de content die de island heeft... op Ark Survival Ascendant gewoon afronden. Dus ergens heb ik wel echt zin in. En ben ik er natuurlijk ook keihard naartoe aan het werken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. We kunnen het doen. Maar ik had een plan. Ik had een plan, hè. Ik wil die Alpha Overseer gaan verslaan met een Demonic Dino. En ik denk met een Demonic Dilo. Het geniaalste zou mij lijken als Joost en Jamie en ik... met een Demonic Dilo die Alpha Overseer Arena... naar één kunnen gaan. En vanuit daar gewoon dat ding kunnen vernederen met het beste, slechtste wezen ooit. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, dat lijkt me gewoon echt dik. Dus daar wil ik naartoe gaan werken. Alleen, daarvoor moeten we natuurlijk een D-to-the-monic temmen. En daarvoor hebben we natuurlijk nodig D-monic kibbel. Nou heb ik gelukkig heel veel mythische dino's die gewoon... Kijk, we hebben mythische eierbakken hier letterlijk. En we hebben ondertussen ook gewoon wat mythische eitjes natuurlijk. Ja, oké. Die hebben we nu. Alleen... Ik zit even te denken. Ik zit heel even te denken. Ten eerste... Heeft iedereen nog eten? Ben jij nog oké? Wat mooi. Soms hoor je geluiden hier. Oh, dat is weer een babytruik. Soms hoor je geluiden. Word je er helemaal naar van. En zo is dat. Zo is dat. Baby's? Ook helemaal naar van. Mij niet bellen. Dat is een grap. Baby's kunnen best leuk zijn. Maar niet van mij persoonlijk, jongens. Dus gaan. Kalmeer uzelf. Kalmeer uzelf. Ik ben nog veel te jong daarvoor. Ik ben al 40. Helios! Slayer of Dragons. Waar ben je? Dit is Electric Griffin. Waar is Helios Slayer of Dragons? Wukong! Die zal ik ook meenemen. Ik ga wel meerdere dino's meenemen, maar die wil ik... Ja, kut. Ik wil die eigenlijk in een cryo hebben, maar ik weet niet of die cryo's werken in een bosarena. Want normale cryo's doen dat volgens mij niet. I don't know. Oh, we hebben trouwens ook een poll online gezet op het kanaal. Misschien heb je die ook gezien. Wij vroegen ons vooral af, Jamie en ik, of jullie het erg zouden vinden om bijvoorbeeld... als wij ook een Ark Survival Evolved zouden uploaden in plaats van Ark Survival Ascendant. Er is gewoon in Aza... Ja, laten we eerlijk zijn, jongens. Kijk, we haten Ark en we houden van Ark allemaal evenveel, hè. Het is de meest zure haat-liefde relatie in de hele wereld. We houden ervan. Daarom vinden we het kut als het niet goed gaat. En natuurlijk, dat hebben jullie ook meegekregen, hebben ze met Wildcard en Snail Games, hebben ze natuurlijk Aza eerst weer bepaalde beloftes gaan. Hetzelfde met Ark 2, want die zou eigenlijk natuurlijk volgens mij al vorig jaar uitkomen. Wat gewoon niet helemaal is nagekomen, en dat is gewoon natuurlijk ontzettend jammer. Maar er is gewoon wat minder content dan dat origineel beloofd was, een soort van. Dus ook nog qua mods is nog niet alles helemaal... Kijk hoe level die is. Nog niet helemaal alles volledig aanwezig. Dus dachten wij van, ja, weet je, als jullie het chill vinden als we bijvoorbeeld Ark Survival Evolved gewoon doen voor een serietje, dan kan dat gewoon, hè. Dus ja, we wilden gewoon even checken met die poll of jullie het gewoon prima zouden vinden, of goed zouden vinden als wij dat eventueel ook een keer in de mix gooien. En wat is dat dan? Oh, dat is die rejuvenating dragon. Ja. Of dat jullie echt oprecht veel liever Ark Survival Ascendant hebben of Ark Survival Evolved. Dat is wel grappig, want Jamie zei dat op Steam, waar Steam nummers, dus op de PC mensen die Ark spelen, dat nu meer mensen Ark Survival Evolved spelen dan Ark Survival Ascendant. Vond ik ergens wat bizar, maar toen dacht ik van, ja, ik snap hem wel. Het ding is wel gewoon van, ASA is wel gewoon best wel goed, maar het heeft gewoon nog niet zoveel content. Dat is het ook meer. Ik denk als er gewoon al wat clusters zouden zijn, en toch wel stiekem wat fixes waar iedereen op hoopte. Dan kan het best wel dik zijn natuurlijk. Het is sowieso best wel dik. Maar ja, je hebt het gewoon wat sneller uitgespeeld, zeg maar. Maar even terug naar dit. Hé, heb ik darts bij? Ja. Dit is de plek waar voornamelijk volgens mij Demonic Dilo spannen. Aan de oostkant van de map. Je ziet gewoon in death counter trouwens. Als 17, 18, 19, 20, damn. Wat is dat? 50 kwets. Zo ben ik benieuwd of wij hier een Demonic Dilo kunnen vinden. Dat zou echt heel tof zijn. En dan moeten we natuurlijk nog uittesten. Maar... ja, of dat allemaal gaat lukken. Oh, we moeten eigenlijk ook nog steeds de basis afbouwen. Hoe zien die Demonic Dilos eruit? Ik heb er één gezien. Die zijn iets groter, toch? En we laten ook wel een beetje... Wow, waarom leg ik hier zo, man? Net ook wel een beetje een vuurspoor van vernietiging achter, toch? Alpha Dilo, Alpha Racer. Ik weet niet of je die goed kan horen of kan zien of zo, man. Dit is sus, man. Dit is sus. Ze is getamed. Oh, dat is een wilde. Is dat oprecht een wilde? Oh, dat is oprecht een wilde. What the fuck? Oké, okay, ja, ik moet het eigenlijk ook nog goed gaan maken met Jamie. Als ik heel eerlijk ben. Of ja, eigenlijk ook niet. Nou, wat vinden jullie? Moet ik dat doen of niet? Het ging per ongeluk. Het was voor de grap. En hij beledigde mij. Nou, ik kan wel even bij me langs gaan. Maar ik heb nu met de overseer nog zoiets van. Misschien kunnen die dan beter. Ja, ergens lijkt me wel leuk om met 3 dealers te doen. Maar, ah, nou man. Ik zit die grind in te doen. Iedereen zit het gratis mee te hoppen met die bossfights. I don't know, bruh. Maar we naderen natuurlijk wel even het einde met deze serie ook. Ja, ik zou misschien een peace offering kunnen doen. Maar wat kan ik die man geven? Ze moeten nu maar net toevallig opvallen. Wat is dat ook? Een Hydro Otter. Oh, yo! Yo! Kun je erop zitten? Eerlijk, best wel ziek. Heb ik Elemental Kibble bij? Oh, ja, ik heb Elemental Kibble. Nee!
Oké, don't kill me, please. Let's go! Wow, ik stik! Hey, oh, hey, dit is een trap effect. Reaperdust, reaperdust. Ik ben geen reaperdust. What the fuck? Deze is echt legendair. Nee, we moeten er nog één hebben. Moet hij er twee hebben? Wat? Wat ben jij? Hey, we hebben eindelijk een waterdino, boys. Let's go! Dat vind ik oprecht wel heel lachen. Kijk dan. Dat is ook best wel snel, hoor. En ik kan springen. Oh, joh. Knallen, jongens. Ah! Weg. Hoeveel damage heeft dat? 392. Maar dit suffocators. Movement speed. Gaan we ook snel al zwemmen, of niet? Of is oxygen echt voor? 250 movement speed, otter. Let's go! Joink. En nou duiken. Bonk. Ik weet niet of hij nu echt sneller zwemt. Oh, hij zwemt best wel cool eigenlijk, man. Kijk, dit ziet er best wel ziek uit. Eerlijk. Yo. Ja, damage is natuurlijk niet heel goed. Ja, ik weet niet of dat hydro-effect ook echt zin heeft onder water. Ze hebben wel hydro wel gebufft of aangepast, man. Want... Oh, nou, hij heeft suffocating effect. Oké, ze krijgen suffocating. Dus dat is een soort van... Oké, ik wil even iets kijken wat ik niet instek. Ik kan... Oh, ik kan heel slecht omhoog zwemmen. Oké, ik vind het wel echt een hele leuke dino. Dit is wel cute. Dit is mijn nieuwe mascotte. Jongen. Kijk hem gewoon gaan, jongen. Kijk hem gewoon gaan. Hey, what's up, Spider-Man? How you doing, Spider-Man? Hope you're doing fine. Goodbye, Spider-Man. Spider-Man! Spider-Man, please stay here, man. Spider-Man. Thank you. Zal ik hiermee even Jamie zijn turrets gaan soken? dat zou echt heel slecht zijn. Oké, oh, ik zit... Ah, kom op. Dan popt mijn inventory deed het weg. Laat me gewoon cryo's gebruiken. Dankjewel. Oké. Wat doe ik nou? Die moest ik er niet in hebben. Ah, oh, jou moest ik erin hebben. Ja. Hey, oh, het zijn nieuwe Pokéballs. Ze hebben het veranderd. Het is geen cryopop meer. Het is nu echt een container. Yo, het ziet er... Oh, yo, kijk dit. Ah, oh, dat vond ik eerlijk. Ik vind het jammer dat ze die nooit hebben door kunnen uitwerken. Maar die Pokémon mod, kennen jullie die nog van Ark? Als dat gewoon oprecht niet deed het copyright strikes kreeg en gewoon fatsoenlijk uitgewerkt had kunnen worden. Was best wel vet hoor. Was best wel vet. Ook gewoon het feit dat je die Pokéballs had en zo. Ik denk oprecht ook als ze een Pokémon zouden maken in een Unreal Engine 5. Dat zou gewoon ziek zijn. Dat moet wel gewoon ziek zijn. Maar alleen voor de juiste systemen. Ik vraag me dan nog steeds af wat dan de beste manier van bijvoorbeeld combat is in een Pokémon game. Want iedereen is natuurlijk een beetje de Nintendo Game Boy-achtige of Switch versies gewend. Maar zou het vet zijn als een soort actiecombat? Je hebt natuurlijk wel die, hoe heet die, Game Pokken Tournament of zo? Nee? Nee, in ieder geval dat een soort van Street Fighter idee. Dat bestaat. Dat is ook wel lachen. Maar ik denk een beetje een combat waar je zelf... Ik denk gewoon meer actiecombat, man. Net als, ja, gewoon, je weet wel, gewoon echt van die dikke actie-RPG games. Ik denk dat dat best wel zou kunnen. Alleen normaal ben je natuurlijk met Pokémon de trainer in plaats van de Pokémon zelf. Dus dan zou je dat ook. Ja, misschien moet de trainer dan maar gewoon stilstaan of zo. En dan kun je opeens de Pokémon besturen. En dan kun je er gewoon ziek hard mee vechten. Oei. Mastercraft Megalodon Saddle, let's go. De rest heb ik niet nodig. Maar ik neem het toch mee, let's go. Ja, ik zou het wel spelen, man. Oh, er was een game. Oké, wacht. Ik weet niet of ik dit ooit heb laten zien. Maar er was een game, die zou volgens mij ook vorig jaar uitkomen. En ik was daar stiekem wel hype naar. Want dit voelde voor mij als iets wat ik ook op dit kanaal zou kunnen doen. Of mijn main kanaal nog wel. Maar ik... ik ga hem even opzoeken voor jullie, oké? Palworld was het. Ja, echt gewoon... Dit is gewoon Ark en Pokémon. Gewoon echt bij elkaar. Twee dingen die je denkt van... Dit moet niet samen, maar het moet samen. Check, ik weet niet of jullie dit kennen... Maar je hebt gewoon een soort van Pokémon-achtige wezens. Of dus dino's, net hoe je het wil noemen. Ook in die stijl. Maar je hebt toch gewoon dikke machinegeweren en shit. En je kan zo'n soort van... Voor je aan het werk zetten. Tegen hun wil in natuurlijk. Gewoon voor machine bouwen en noem maar op. Ik zag dit en ik dacht, gast, dit is geniaal. Echt, geef dit aan mij. Dit wil ik. Ik denk ook oprecht dat dit gewoon op YouTube zou kunnen werken. Zolang het niet gewoon gek functioneert of zo, maar gewoon een beetje basis, een beetje bekend. Kijk dat, ik heb gewoon een dik machine geweer, jongen. Kijk, en dit, wat is dit? Je zit dus echt opgepakt. What the fuck is dit? Ja. Nou, ik weet niet, man. Ik zag dat en ik dacht, dit is hem. Dit is hem. Hiermee ga ik mijn carrière gewoon doorzetten. Maar goed, ik weet dus niet wanneer die uitkomt. Ik hoop wel dat die uitkomt, want ik vind het echt geniaal. Hé, maar daarbuiten, waar zijn die dilo's nou? Oh ja, ik heb trouwens gezegd dat ik vakantie heb gehad, maar helemaal niet echt hoe het was. Jongens, vakantie. Ik ga eerlijk zijn, het was zo hard nodig. Sinds corona heb ik dit al niet meer gehad. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, een week was niet lang genoeg. Ik heb ook, nadat ik terug was, heb ik echt bijna een week niks gedaan. Ik zou veel moeten doen om het natuurlijk alles op te pakken, maar ik heb bijna niks gedaan. Ten eerste gewoon kapot was van de vakantie. Tot rust komen, word je moe van.
En ik had gewoon echt... Ja, was een beetje leeg. Moest gewoon echt even resetten. Dus ik ga ook mijn plannen aanpassen. Dat ga ik vooral vertellen op mijn hoofdkanaal. Maar ik kan hier wel een beetje vermelden. Want volgens mij heb ik dat dan nu ook al gezegd op mijn hoofdkanaal. Ik ga bijna dagelijks livestreamen. Ik ga gewoon een beetje omgooien. Zodat ik een beetje dingen kan doen. Dingen kan beloven die ik ook wel gewoon kan doen, zeg maar. En een deel daarvan is bijvoorbeeld iets minderen met video's. Dit is zo'n XP ding. Iets minderen met video's, iets meer livestreamen. Snapchat is blijkbaar ook een hele belangrijke speler tegenwoordig. Dus ik zou het ook oprecht waarderen als jullie me daarop kunnen volgen. Ik moet er echt 15.000 volgers hebben. Ik denk dat het wel moet lukken. Maar als je mij wil supporten, dan helpt het oprecht als je daarop volgt. Het zou echt heel tof zijn in ieder geval. En dan blijf ik natuurlijk wel video's maken, maar gewoon op een lager pitje. Want ik merkte ook gewoon dat fysiek... Hoi! Is Jamie, of niet? Ik moet zo uit de lucht junken. Kom dan. Kom dan. Joink. Hij stort niet neer. Oh, maar hij gaat wel echt zwaar dood. Hij gaat echt zwaar dood. Oh nee, wacht. Dat is niet mijn damage die... Natuurlijk. Nee, wat gooi ik? Ik gooi de pommelijke dino. Heb ik parachute? Hallo? Hallo? Oh, dat is Rudy. Godverdomme, ik denk dat het is Rider Losers. Haha, nee, het is jongen, me. Ja. All along. All ja, along. Jongen. Nou, zet mijn freaking duif hoog in de lucht. Oh, ja, hoe heb ik jou gegrappeld? Ik dacht, ik grappel je duif. Ja. Nou, Jamie. Jongen, nee, dit is goed. Nee, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Hoe is dat goed? Dat is kijk, echt bloedvervelend gewoon. Nee, nee, kijk, luister. Dan zitten we hier allebei in de wilde natuur. Dan kunnen we het even goed maken. Dit is therapie. Hoezo, weet je maar, je weet niet wie ik ben. Dit is therapie. Dit is therapie. Hoe krijg je mijn vogel ook terug, man? Ja, mijn vogel is ook weg. Hier, dan gaan je spullen ook nog weg. Hoezo? Dat is een pack of mustard, die zit niet nakt, je shit. Ja, what the fuck. Kijk, dit is bonding. Zie je? Ja. Ja. Nou kunnen we het goed maken. Hey, het was niet de bedoeling, maar je moest dat ook niet tegen me zeggen. Wat moest ik nu zeggen? Dat ik zo jong ben en zo'n jonge god ben. Hoezo? En die tweede keer ging je dood omdat je mij aanviel. Ja, maar dat kwam omdat je mij aanviel. Ja, maar dat was door je opmerking en ik wist niet dat je dood ging. Nee, ik wist niet. Je staat 1 centimeter van me af en schiet met een hele shotgun door mijn bek in. Ja, maar ik wist niet dat je moet. Ik ben gewend dat we zeg maar 1 miljoen armor in de helmet hebben, weet je wel? Ja, ik kan niet een helm op, maar je zit er maar af van me af. Ja, maar je kan toch een white helmet doen, jongen? Dat heb ik toch ook. Hier. Nee, hoor, nee. Ik heb nu gewoon een helm op. Kijk, zie je dat? Zie je mijn lokken? Ik zie dat je een mooie lokken hebt, ja. Ja. Oh, ja. Wat is dit? Is dat een racer? Dat is een bronthond. Ja, nou, zullen we samen onze vogels terugzoeken? Ja, hoe? Oh, wacht. Hey. Dat is chill. Dino tracking? Oh, je hebt gewoon een flyer bij. Ga je? Oh, nou ja. Rip mij. Oké, okay, was goede bonding. Ja, fijn nou, dat het weer goed is. Tot ziens. Als... Oh, weet ik niet. Ja, eerst moet hier mijn griffin zijn. Dat is ook in een hele mooie preek, maar waar had ik het nou over? Oh ja. Het is voor mij... Dat is wel even real talk, jongens. Maar voor mij is het soms wel even zuur dat ik merk dat ik... Demonic Dilo! Let's go, bitch! Let's go! Let's go! Fuck mijn persoonlijke problemen! We hebben hier gewoon een Demonic Dilo gek! Level? 25. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal aantrekkelijk. Oké, we gaan ervoor. Oh, wacht, hoe ga ik hiervoor? Dat ding... Ja, 84k. Let's go, ik ga nog de voet doen. Het gaat niet goed, het gaat niet goed. Oh, what the fuck, doe normaal. Oh, yo. Doe even normaal. Plus. Oké, dat is eng. Oké, dat vind ik wel een beetje eng. Maar, 2 darts en hij is oprecht gewoon plat. Toch? Dat is wel oprecht gewoon de realiteit. Ja, echt. Ey joh. Hij slaapt. Nee. Wat? Die pijn in zijn kop. Kut jong ben je. Echt jongen, what the fuck? Hij is aan kantje.
Nee, ik ben helemaal dood, gek. Ja. Net die bonding gehad, hè. Kut, jong. Hij gaat er ook gewoon voor. What the fuck? Waar is mijn grafsteen? Oh. Go. Oh, echt net, hè. Ja, ik rende wel het vuur, dus ging ik het vanzelf door. Maar ik dacht, ik ga mijn team nakken. Dat moest ik echt niet hebben. Oh, man. Nou, in ieder geval wat ik wilde zeggen. Kijk, ik kom wel elke keer weer terug. En ik kom weer, wordt weer muscles, gains, noem maar op. Maar wat ik belangrijk vind, is ook gewoon dat dingen reëel blijven naar jullie toe. Kijk, ik incasseer wel echt klappen. Het is niet alsof je er altijd volledig van terugkomt, zeg maar. Ja, ik heb mijn leven wel gewoon in het gereel. Ja, ik kan me gewoon een beetje buff worden. En ik ga ervoor, zeg maar. Ik geef niet op. Dat is gewoon de absolute waarheid. Maar je blijft wel gewoon blijvende schade aan je lichaam hebben natuurlijk. Dus. En ik merk dat qua social media mijn werk dus. Wordt er zowat van je verwacht. Of je moet haast, als je mee wil gaan, 5 keer zoveel doen tegenwoordig. Omdat je nu 600 platformen hebt. Wat ik zeg net ook in Snapchat en zo. Oh joh, nog één gek. Fuck mijn persoonlijke problemen. Hier stond er nog één. Oh nice. Dus ga ik ook nog iets schieten. Ik hoop dat hij mijn Griffin niet kan hitten. Headshot, gas, ga slapen. Let's go. Oh, dan heb ik er gelukkig toch nog één. Nee! Oh mijn god, ik had een kibbel op. Ik had een kibbel. Let's go, we hebben een demonic dilo. Sick. I love you, man. Even levelen. Dan gaan we naar die andere. Ik hoop dat JB niet heeft getamed, maar ik zie hem ervoor aan dat hij dat wel gewoon doet. Maar ja, goed. Eigenlijk is het ding dus een beetje van, ik merk gewoon fysiek dat ik niet meer zoveel aan kan als, laten we zeggen, 4 jaar geleden. En dat heeft dan met energie te maken en alles natuurlijk. Maar dat er wel gewoon veel meer van me gevraagd wordt. En ik merk ook dat ik mentaal, ik denk dat komt door echt alle narcoses. Je wordt er gewoon echt een beetje vaag van in je kop, zeg maar. Dat, misschien ook al van de medicatie. Ik krijg van mijn buikziekte en noem maar op. Dat het gewoon allemaal wat lastiger is om overzicht te bewaken. En ik kan gewoon, ik ben heel ambitieus. Dus ik wil heel veel dingen doen. Door elkaar tegelijk, noem maar op. Ik kan het gewoon niet meer zo goed. En dat is best wel confronterend als ik eerlijk ben. Is pijnlijk. Hoi. Uh-oh. Wacht. Huh. Wow! Hoe heb ik deze getamed? Hoe is deze getamed? Nou, ik zag er eentje nok liggen. Ja? Dus ik dacht, ik doe de kibbel in. En toen was ze in één keer van jou. En dus heeft al mijn spullen genakt. Je wilde hem wel kapen dus? Heeft hij al je spullen? Nee, ik wilde hem niet kapen. Ik wou er ook een kibbel in doen. Ja, maar dan wilde hij hem toch zelf temmen? Nee, dat was niet de bedoeling. Wat wil je dan? Hey, mooie spulletjes, Jamie. Ja, is goed. Hey, is het nu goed? Je hebt mij gekild daar bij die dilo. Nou, zo, ja, mag het houden, maar dan Nee. Een leuke verrassing voor me. Nee, okay. Je mag spulletjes hebben, maar is het nu goed, zeg maar? Is het nu, Ja, nee, dan is het wel goed, ja. We moeten even mijn hele inventory geraken hebben. Ja, hier ligt hier, Schoot ik jou nou net nokkie, of? Nee. Nou ja, ik zag je er naartoe gaan en ik dacht, ik zie Jamie er wel voor aan dat hij gewoon mijn team gaat stelen. Ja, nou, ik had deze had ik al gezien, maar ik dacht, oh, die is veel te laag level. Dus laat hem staan. Maar toen duurde de zoektocht weer echt veel te lang, dus ik denk, ik ga deze maar temmen. Ja. En toen zag ik dat jij ermee bezig was. Shit. Ja, ik wou snel nog een pijltje erin schieten, maar toen liep jij in één keer dwars voor bij mijn pijl. Ik kreeg jij die pijl in mijn kop en toen viel je neer. Nee, ik ging eigenlijk dood omdat ik het vuur gewoon inrende, maar ik hoorde jou gewoon keihard genieten toen ik dood was natuurlijk. Ja. Die mic die hoorde ik nog. Ja, maar ik vloog net terug naar deze, daar zag ik er nog in aan de andere kant van de rivier, dus ik heb er nu 2. Ja, jongen. Wel allebei kut levels hoor, allebei level 25 gewild. Ja, nou ja, het is iets. Ja. Nou, ik ga naar mijn basis. Ik ga binnenkort de overseer doen met een dilo. Als je mee wil, mag je mee wil. Ja. Oké. Okay. Ja? Morgen ga ik dat doen. Oké. Okay. Laat maar weten. Joe. Helios. Slayer of Dragons. You are indeed very welcome. Joink. Oké, back to base. Hey. Komt hij daar? Beast Rider. Oh, nee. Oh. Nee, natuurlijk niet. Don't fall. My bad. Ik had net al. Hallo. Ik had net al een zieke fight. Waarom ben je naakt? Ja, ik had een zieke fight. Oh, ik vind het echt grappig dat jouw gastje zo erg op jouw real life lijkt nu. Nou. Ook die snor. Ja, het is de kale koppen niet te stoppen, Rudy. Het is ook wel grappig dat je waarschijnlijk gewoon mijn rechten aankijkt, maar voor mijn gevoel kijk je echt zwaar over me heen.
Je moet echt nog even naar onder kijken, wil je me zien. Ja, wacht even, zo dan? Ja, nog iets meer. Ik kijk nu letterlijk naar de grond. Ja, nu zie ik je, nu hebben we oogcontact. Oh, ik zit even op kaart te kijken, het ziet er wel mooi uit. Die hoogteverschillen van gastjes klopt echt voor geen meter. Nee joh, want ik kijk nu echt naar jouw tenen, zeg maar. Ik zie alleen je tenen. Bij mij ziet het er gewoon heel romantisch uit. Een soort van vader die een zoon straf geeft. Maar wat als ik dit doe? Nou, kijk echt recht naar mijn lul. Ik kijk ook in de game recht naar je lul. Zo'n lange nek ook. Zo'n tering enge nek. Kijk dit. Oh joh. En zoals alsof die gewoon, alsof je hoofd kan er gewoon uitschuiven. Net als die van de Efteling. Ja. Lang nek. Wat goed. Damn. Hey man. Oh yes. Yes. Hey. Ik was even hierheen aan het lopen, want ik wilde deze beesten een beetje levelen. Oh shit. Je bedoelt... Ja. Deze beesten. Oh yes. Kut! Kan je vier wat? Hallo, ben er weer. Wat is het? Hier, doe even meting. Oh, wacht even, want ik heb ook nog... Momentje. Ah, kut! Ja, ze zijn ook echt een hoog level, man. Echt? Nou, 104 is die. Of heb je hem al geleveld? Ja, die is geleveld. Ik wil zeggen, deze was echt trash. Ik vond ze echt niet hoger dan level 15. Nee, ik heb ze 25 getemd. Nee, ik heb er nu 5. Oh, dit kan. Maar, ik wil heel graag met mijn 5 dillo's de bossfight doen. Welke? De Alpha Dragon! Wacht even, de... Alpha Dragon! Ja, ziek. Alleen, ik ben een beetje bang, omdat ze dus geen saddle hebben en maar 100k. Oh ja, ze hebben helemaal geen saddle. Ja. Nee, dat ze een beetje squishy zijn misschien. Ik denk wel dat ze met de hoeveelheid damage die ze doen, de boss dood krijgen. Maar ja, de dragon vliegt en de fire spread en zo, I don't know. Ik maak me een beetje zorgen. Dus ik dacht, misschien wil jij wel mee. Ja. En dan gewoon op een soort van richeltje even toekijken. En dan als ik dan echt het niet red, dat je er dan inspringt met, weet ik veel, Rex of zo. Die harte pleuren was ook fucking sterk, volgens mij. Ja, of dat, weet je wel. Ja, ik wil een beetje een ace in the sleeve hebben, zeg maar. Ja, ik zit wel even te denken, wanneer wil je dat doen? Ja, ik wilde eigenlijk nog deze aflevering, maar ik ben al een half uur bezig. Ja, ik ben ook een beetje klaar eigenlijk. Ja, kan ook volgende aflevering. Ja, ik wilde morgen dus eigenlijk de overseer doen. Morgen al de overseer? Ja, maar dat is... Oh, ja, maar... Ja. Dat loopt een beetje krap opeens, hè? Kunnen we niet gewoon nu nog even? Even snel. Gewoon even quickie. Maar, quickie, gewoon. Oh, maar dat is geen quickie. Dat duurt echt een kwartier. Echt? Nou, het valt wel mee, maar heb je alles al erin liggen? Ja, ik heb alles voor de dragon. En ik moet naar die grote serverfout. Ik denk dat... Moet ik alles nog settelen? Ik weet het geen eens. Oh nee, ik heb nog wel wat saddle dino's. Heb je echt alles in je inventory? Ik heb alles. Je hebt er nu allemaal bij je. Health potions. Ja, ik heb alles. I'm good. Oké. Okay. Ja, als je nu kan... Ja, let's go. Gewoon, doen we hem dan gewoon bij deze paarse drop hier. Kan dat? Oh, dat kan. Dat kan. Ja, maar dan gaat dan mijn shit niet mee. Ja, tuurlijk. Maar dan gaat dat dood. Nee, laten we dat niet bij deze doen. Oh, doe even passive. Even snel passive. Ik zei 3 demonic dillo's tegen 1 alpha dragon. Moet lukken, toch? Ik denk als je erop... Ja, moet wel lukken. Toch? Let's find out. Ik hoop het. Ik doe dit ook voor science. Dragon. Generate dragon alpha portal. Beam. Nou jongens, even snel die dragon. Jullie hebben het al gezien. Oké, we zijn vrij. Moet ik eigenlijk even afstand nemen, echt? Ik wil niet de lava in. Dat is het probleem een beetje. Oh, fijn. Ik heb een vuurbal op mijn bek. Nou zit ik vast in mijn eigen rex, hè? Dat is ook chill. Ik zit compleet vast natuurlijk weer. Nee, Joost! Joost! Joost, nee! Joost! Joost! Stop! Joost! Bedankt voor het kijken, iedereen, naar deze aflevering van Ark. Dat was Joost, die niet zijn dingen Attack on Target, maar op neutral fluit. Of aggressive, of zo. Oké, nou ja. Thanks voor het kijken. Tot morgen. Overseer. Met je overseer. Oh, dat is heel... Dank je wel.